qua beeld, ja, dat toch anders is dan mijn vorige films, dat veel verzorgder is. Ruben, die chef foto is, ja, heeft echt prachtige beelden geschoten. En veel klassieker dan eigenlijk bij mijn vorige films. Maar we vonden dat dit verhaal dat nodig had. Dat we echt zo voor cinema moesten gaan, larger than life maken. Dus op dat vlak is het wel een experiment. Of is het geen typische van Groningen, denk ik dan. Maar ja, wel door de combinatie van verschillende stijlen, denk ik. En doordat dat de verhaallijnen, of de tijdslijnen ook knal door elkaar zitten en zo, denk ik dat hij wel in het rijtje past. Maar dat zullen we zien binnen 15 jaar, hopelijk.